Het is bijna kerst. Dan kreeg je altijd een rapport op school. Tijd voor een tussenrapport. Welk cijfer zou Roy Kortsmit zichzelf geven? Ja, cijfer aan mezelf, daar, dat wil ik liever niet doen. Ik bedoel, waarom nou niet? Ik kan zeggen dat ik tevreden ben en daar wil ik het bij laten. Dan denk ik dat jij op school heel erg tevreden was met een 5,5 en hoger. Nee, daar was ik niet tevreden mee. Nee. Nee, het gaat gewoon lekker. Alleen om echt de cijfer eraan te knopen, dat mogen jullie doen. Nou, prima. 3. Nee, dat is gewoon heel prima. 5,5, 6, 6,5. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben positief verrast over hoe goed jij je staande houdt in de Eredivisie. Ik had best vraagtekens, maar volgens mij heel veel andere collega's, maar het gaat best goed, hè? Verbaas je jezelf wel eens? Ik verbaas mezelf niet. Alleen je moet het wel laten zien, dat heb ik al vaker gezegd. Ik weet wat ik zelf kan en het is niet voor niks, denk ik, dat ze vertrouwen in mij hebben. Nee. En dan 28 tegengoals tegen, ja, dat kan toch bij Sparta? Ik weet niet, ja, het is zo'n wedstrijd tegen Feyenoord, dat helpt natuurlijk wel even mee. Maar daarvoor gaat dat gewoon hartstikke goed allemaal. Dan krijgen we, naar mijn mening, niet zoveel goals tegen. Nu die wedstrijd bij Heracles. Ik heb net ook tegen Thomas, tegen Alex gezegd. Ik had een interview met Tom Beugelsdijk gelezen op de site van de NOS. Die zegt, joh, voor ons is Sparta 100 keer belangrijker dan Feyenoord voor de beker. Hoe is dat voor jullie met Heracles en ADO zondag? Het is logisch dat heel veel mensen zeggen, joh, de competitie is belangrijker. Alleen is voor ons Heracles uit, in mijn optiek misschien net zo belangrijk. Ik bedoel, het is een wedstrijd, als je die verliest, liggen er gelijk uit. En wij willen heel graag door. Wij willen zo hoog mogelijk eindigen in de beker en in de competitie. Dus die wedstrijden zijn beide belangrijk. Ja, je kan iets heel moois in het bekertoernooi neer gaan zetten, denk ik. Als je een beetje gunstig loopt. Nou ja, als je nou wint, zit je geloof ik in de kwartfinale. Als je dan nog een keer gunstig loopt, dan kan het heel snel gaan. En dat is bekervoetbal. En dat is ook wel het mooie daaraan, vind ik. Het stond net een beetje te ouwe hoeren. Dan zeg je, hoe is het? Ja, mijn best, met mij gaat het goed. Het team, even wat minder. Hoe komt dat nou? Nou, even wat minder. De resultaten zijn op dit moment wat minder. Waar dat precies aan ligt, weet ik niet. Het is... weet je wel. Nee. Ja, gewoon reden verzinnen. Ja, ik kan wat gaan verzinnen. Maar ja, waar het aan ligt is altijd lastig om daar echt... iets op te wijzen, zeg maar. Het is duidelijk dat we niet zoveel kansen creëren. Dat we wat te veel weggeven, denk ik, achterin. Alleen, ik denk niet dat we nu ineens hele andere dingen moeten gaan doen. Omdat daarvoor ging het ook gewoon goed. En daar moeten we gewoon aan vast blijven houden. Je trainer zei net, joh, vorig jaar werden we de kampioen van de stabiliteit. Die stabiliteit heeft ons ver gebracht. Laten we geen gekke dingen doen. Nee, zo zie ik het ook. Vorig jaar was dat ook zeker onze kracht. En dan moeten we dit jaar zeker doorzetten. Niet omdat we wat mindere resultaten hebben gehaald de laatste tijd, dat we ineens andere dingen moeten gaan doen. Gewoon hetzelfde blijven doen. Wat is jouw rol hier eigenlijk in? Want de jonge spelers die worden uit de wind gehouden tot de winterstop. Maar ja, jij bent pas 24 en we mogen wel met jou praten. Ben je al een ervaren man? Ja, qua leeftijd nog niet, denk ik. Alleen ik loop hier wel al wat jaartjes mee. En het gaat wel snel ook, want ik ga dit jaar geloof ik al, als het goed is, mijn 100ste wedstrijd voor Sparta al spelen. Dus ja, dan heb je wel redelijk wat wedstrijdjes al gespeeld, ja. Weet je ook al welke dat is? Natuurlijk weet je dat. Nee. Nee? Nee. Ik heb het wel pas aan Jaap gevraagd. Jaap Sneep, de man die alles weet. Ja, van klopt het dat ik mijn 100ste wedstrijd ga spelen? Toen zei hij, alleen ik weet nou niet welke wedstrijd precies het is. Hadden we niet over het seizoen 2020-21? Nee. Als het goed is, gaat het dit seizoen gebeuren, ja. Nou, spannend. Gaan we afwachten welke dat is? Ja, wel mooi, zeker. Ja, nee, top. Wil je nog wat kwijt? Dit is misschien de laatste keer dat we hier spreken voor kerst. We gaan ons best doen, 2 wedstrijden. En hopelijk kan iedereen ervan gaan genieten. Nou, top. Ga je wat leuks doen tussen kerst en oud en nieuw? Ga je op vakantie? Ik ga lekker de zon opzoeken even. Oh, prima. Aruba, Curaçao? Ja. Ja. Zoals alle voetballers, wat zijn ze toch hetzelfde? Nou, heel veel plezier, hè? Dankjewel. Klasse. Ja, klasse.